Baba en mij plein. Plein voor een ieder. Een heel bijzonder moment om stil te staan bij de herdenking van 149 jaar Hindoestaanse immigratie. We waren gisteren in het district Nikeri voor een belangrijk moment. Dat was de naamsvernoeming van de Annastraat naar Dr. Chander Mahabir. En met de president hebben we ook bloemenhulde gedaan op het Baba Amai-plein. Zoals u weet was het dringende behoefte na 1863 naar arbeidskrachten. Hiervoor werden Indiërs geronseld om te werken in het zogenaamde beloofde land, land van Rama. Rama is de Hindoe god, Sri Ram. Maar, zoals Sadhana dat zei, dat viel best tegen. Het was niets anders dan de slaven te vervangen met op de plantages. Waar onze voorouders werden gemarteld en vernederd. Onze voorouders vertrokken uit India en gingen slechts met een lota. Een lota is een koper beker, een tharia is een koperen bord en slechts wat kleren. Ze hadden het heel zwaar te verduren en u hebt allemaal gelezen wat ze allemaal hebben meegemaakt onderweg. En in de periode 1873-1916 emigreerden 35.000 Hindustanen uit Brittisch-Indië naar Suriname om als contactarbeiders hier te werken op diverse plantages. De eerste boot meerde aan, zoals u weet, op 5 juni 1873. En de laatste boot, Dewa, op 24 mei 1916. En ik heb iets net begrepen van onze broeder Danny Sohansingh, dat na 1916 ook nog wat immigranten zijn gekomen. Dat ze waren eigenlijk, ja, men zou zeggen, gelegenheidsimmigranten. Maar na 1916 zijn er nog meer immigranten gekomen. De lange afstand die onze voorouders hebben afgelegd om te komen werken op de onder andere de suikerplantages, heeft erin geresulteerd dat wij als hun nazaten evenals hen heel hard hebben gewerkt. En dan moeten we ook trots zijn dat wij in de meest moderne beroepen in alle gelederen van onze maatschappij onze stempel hebben gedrukt. Onze ouders en onze voorouders hebben ons echt wel letterlijk de ladder opgeduwd als het ging om educatie. Want educatie, scholing was de belangrijkste voor hun. Met trots kunnen we ook nog zeggen, ja, is eigenlijk de tweede persoon, tweede president van Suriname, dat is president Chandika Prasad Santokhi, de Hindustaan is. Maar daarvoor hadden we president Shankar als gekozen president. De contracttijd heeft ons veel vrijheidsstrijders opgeleverd, die grote offers hebben opgebracht als het ging om behartigen van belangen van de contractarbeiders. Ze hebben hun persoonlijke vrijheid opgeofferd, daar het beleid van de koloniale overheid was om bij verzet leiders te bestempelen als oproerkraaiers. En de leiders werden zwaar, nogmaals heel zwaar, afgestraft. En in hetzelfde context wil ik plaatsen dat in verband met vorig jaar, in verband met 148 jaar Hindoestaanse immigratie, wij van plan waren om op dit platform wat u ziet aan uw linkerzijde, 3 beelden te plaatsen of een monument te plaatsen van de grote leiders, verzetstrijders van ons, Ramjani, Rajguru en Mathura. Maar president, op een of andere manier is dat niet gelukt. En we hebben het gegeven moment op uw bord gelegd. En ik weet dat u alle steun gaat verlenen dat we die beelden hier kunnen krijgen. Want beelden waren gesponsord door onze broeder Bajlala en ligt langer dan een jaar opgeslagen in een magazijn. En wij van de SAI zijn de mening toegedaan dat hier waar we nu staan, waar het koeliedepot heeft gestaan, bij uitstek de beste plek is voor het monument van de verzetstrijders. Wij zijn de mening toegedaan, wij van de SAI, dat het monument van deze 3 verzetstrijders thuishoren in de rij van de nationale helden. En daarom vragen we president uw medewerking ervoor. En dan ga ik even in het kader van 150 jaar Hindoestaanse immigratie viering. Dat is echt viering van
150 jaar Hindoestaanse immigratie, volgend jaar. Hebben ons voorgenomen, het bestuur heeft voorgenomen, we hebben gesproken met de commissaris van Saramaka, dat we ook een Baba en Mai monument daar gaan plaatsen. En met onze vrienden van Nikeri, die in Nederland zitten, zijn we ook van plan ook een beeld, Baba en Mai beeld, de eerste beeld van Baba en Mai in Nederland te plaatsen. En wel op Sri Saraswati School, dat is in Rotterdam. En dat zal, die beelden zullen vervaardigd worden door onze Ajay Permol, onze beeldhouder. Ja, verder wil ik u dankzeggen, allen dankzeggen voor uw bijdrage die u levert voor opbouw van dit mooie land. Dit mooie land dat we hebben gekregen van onze ouders en voorouders. En laten wij ons meer dan ooit inspannen om dwars door alle etnische scheidslijnen heen te stappen en te werken naar een mooi Suriname. In eenheid en verscheidenheid. Ik feliciteer u allen met vandaag met 149 jaar Hindoestaanse immigratie. En ik beloof u samen met de regering dat op naar 150 jaar een heleboel, dat we een heleboel in petto hebben. Dank u wel. Het is voor mij een eer, nogmaals, en met gepaste trots zeg ik dit, dat ik hier vandaag tussen u allen mag staan. Het is voor mij een eer dat mijn voorouders die barre overtocht in het jaar 1873 hebben overleefd. De geschiedenis is daarop getekend. Als we ook kijken naar de geschiedenis, een markant moment, hè? 1 juli 1863. Dat is het moment, een ommekeer in de geschiedenis, waarbij Nederland aan Engeland vraagt, kunt u ons harde werkers leveren, arbeiders? Mensen die van heide en ver, en ik heb begrepen, het gaat om het gebied in India, Uttar Pradesh. Daar zijn de mensen geronseld. Je mag er allerlei benamingen aan geven. De geschiedenis ligt daar. U moet zich voorstellen, de tijd heeft niet stilgestaan. Toen ze hier naar binnen liepen, richting de plantages, om de plekjes weer in te nemen. Van zij, die uit die Katibo waren ontvlucht, want er was afkeer tegen dwangarbeid, slavernij. En wij, onze voorouders, hebben die plekjes weer ingenomen, onder dezelfde omstandigheden. Er was toen geen woningbouw, er was toen geen dokterskaart, er waren toen enzovoort enzovoorts, ook geen scholen. De tijd heeft niet stilgestaan, onze voorouders hebben op één ding aangedrongen. Naast de planten op de plantages gaat u alsjeblieft naar school. En toen kwam de leerplicht tot de 6e klas enzovoorts enzovoorts. En vandaag in de dag zien wij velen nakomelingen uit deze Britse immigranten, later Nederlanders. En nu trotse Surinamers dat wij het hebben kunnen opwerken tot president van onze geliefde Suriname. Maar ook tot districtscommissaris. En daarom zeg ik met gepaste trots, ik wens u allen nogmaals hier aanwezig, de totale Surinaamse natie, een fijne, bezinningsvolle dag. Swagatam, dank u wel. Een dag in teken van opoffering, dankbaarheid, maar ook een dag in teken van trots. Dat 149 jaar geleden onze voorouders een stap hebben gezet in het onbekende, ja, veel zaken die daar beloofd waren toen bij het ronselen en bij het vergaren van de mensen, dat zijn allemaal niet uitgekomen. Dan nog hebben ze gedurfd om te bouwen aan de nieuwe toekomst. En er is aangegeven dat na 1916 wat mensen zijn gekomen. Maar wat u wellicht niet weet, dat ook voor 1873 wat mensen zijn gekomen. Het waren primair mensen die uit Guyana als experiment waren gebracht in de keer op de plantages. En ze bleven het goed te doen. En daarom is er toen meer vaart gezet achter de immigratie gedachte naar Suriname toe. Ja, opoffering. Heel hard gewerkt. Alvast de reis trotseren vanuit Calcutta naar Zuid-Afrika. Via een klein eilandje waar uiteindelijk ook Napoleon had verbannen is geweest. Uiteindelijk in Suriname aankomen. En wellicht hadden de mensen gedacht dat die reis maar 1 maand zouden duren.
Want van 1863 tot 1873 werden de vrijverklaarde slaven, moesten ze onder staatstoezicht werken. En men had gedacht, als we 5 juli beginnen, komen de mensen wel rond 1 juli hier aan. Nee, 3 maanden minimaal heeft het geduurd voordat ze hier aankwamen. Waarmee zijn ze gekomen? Met een kleine gatterie. Met doorzettingsvermogen. Met hun cultuur, met hun traditie, met hun religie, met alles. En vandaag is het een trots deel van deze samenleving, die een deel vormt aan de horizon, aan die Bromtijari van Suriname. Het is uniek. Op het westelijk halfrond is Suriname het enige land met een verscheidenheid aan culturen, een verscheidenheid aan etniciteit, een verscheidenheid aan bevolkingsgroepen. Nergens zie je dat. Misschien elders in de oostelijke deel wel, maar hier westelijk halfrond niet. Dat moeten wij koesteren. Die Bromtijari-gedachte, die eenheidsgedachte waarover er gesproken is, die moeten wij gaan koesteren. Na 149 jaar zijn wij inderdaad als nazaten van Hindustanen, van Brits-Indiërs toen, niet alleen in de landbouw gebleven. We maken deel uit van alle lagen van de bevolking, in elke functie en positie, in elke werkkring, noem maar op. We zijn een geïntegreerd deel van deze samenleving geworden. En we hebben, getoond door hard werken al die functies en de posities te kunnen bemachtigen. En dat is een stukje trots die wij zeker moeten waarderen. Maar het is ook een stukje voorbeeld dat we aan de grote samenleving moeten geven, dat je door hard werken zeker vooruit zal komen. Nu op dit moment, een land in crisis, moeten wij inderdaad voorbeeld nemen aan onze trotse voorouders die het gepresteerd hebben om als eenvoudige burgers uit India te emigreren naar Suriname, maar nu wel alle prestaties hebben kunnen neerzetten in die samenleving om een goed deel, om een goed voorbeeld, maar goede posities te kunnen bekleden in de samenleving. Natuurlijk heb je altijd minnetjes gehad. Daar zullen we op dit mooie moment niets over zeggen, maar het heeft wel de aandacht. Dames en heren, een dag van bezinning. Stel u zich voor als de emigratie er niet was, hoe het anders zou zijn uitgepakt. Stelt u zich voor als we alleen in de landbouw waren gebleven. Hoe was de situatie geweest? Allemaal projecties die we kunnen maken. Maar vandaag laten we deze mooie dag gebruiken, dames en heren, om dankbaarheid te tonen aan die voorouders die hard hebben gewerkt, die voorbeeldfiguren zijn, die strijders zijn geweest. Aan Ramjani, aan Jhumpa Rajguru, aan Mathura en zoveel anderen. Vergeet u niet de offers die ze hebben gebracht in de strijd op Marienburg. Ik dacht in juli 1902, waarbij zoveel slachtoffers zijn gevallen. Het zijn allemaal mensen die voor ons de weg, het pad hebben geplaveid, dat wij verder hebben kunnen bouwen aan wat vandaag Suriname is. Mag ik je allemaal feliciteren en een dankbare, maar vooral een bezinningsvolle dag te wensen. Dames en heren, 149 jaar geleden zeilde op 5 juni 1873 het eerste schip, genaamd Lalaroek, vanuit Brits-Indië naar Suriname. Aan deze Indiërs werd beloofd dat zij in het zogenaamd beloofde land Sri Rama een gouden toekomst tegemoet zouden gaan. Maar dat viel heel erg tegen. De Nederlanders namen hun over van de Britten en voerden deze mensen mee op schepen naar Suriname. De omstandigheden waaronder deze Indiërs moesten werken was mensonerend. Evenals de slaven hebben deze contractarbeiders ook onder erbarmelijke toestanden zware arbeid moeten verrichten. Er zijn ook verhalen bekend van beledigingen, vernedering tot marteling. Gelukkig hebben zowel de slaven als de immigranten zich kunnen handhaven. Ze hebben zich kunnen handhaven omdat ze geloof hadden in zichzelf. Hun zelfvertrouwen, geduld en noeste arbeid in zon en regen, in modder en klei heeft vandaag de dag gemaakt dat wij nu kunnen spreken van een Bromtijari. En zoals we dat ook bezigen in ons volkslied, hoe wij hier ook samenkwamen aan dit land zijn wij verpand. Werken houden
Wij in gedachten, rechten en waarheid maken vrij. Zo zullen wij onder alle omstandigheden dat geloof in eigen kunnen, het geloof om het beter te hebben dan gisteren, het geloof om samen te werken aan een betere toekomst voor onze kinderen en kindskinderen, steeds in gedachten moeten houden. Wij moeten constant in gedachten houden dat wij allen deel zijn van dit groot geheel. En dat niemand hier op Surinaams bodem gediscrimineerd mag worden, ongeacht ras, geloof, kleur en herkomst. Respect en waardering voor elkaar en elkaars geloof en cultuur dragen wij hoog in ons vaandel. Onze kleurrijke culturen en de vele talen die wij hier spreken vormen de sterke eenheidskenmerken die wij als land rijk zijn. En met deze woorden breng ik hulde aan de herdenking van deze dag. Ik feliciteer u namens alle Surinamers met deze dag, maar in het bijzonder wil ik alle nakomelingen van onze Hindoestaanse immigranten feliciteren en hen veel succes toewensen. Mijn actie naar alle spiki voor Okambondru Konawan, avis voor P. Ukmoto, Mekistranang, Dewan Sigi, Tampegi un ala, Bika vi na wang, Stranaman. En precies wat de voorzitter heeft gezegd, president, als ik terug moet kijken naar deze dag, president, 149 jaar, dan hebben onze voorouders dezelfde strijd geleverd. Om een mooi land te maken, president, we zijn broeders en zusters. President, laten we elkaar respecteren en met u werken samen met OCV. Wij zijn Suriname. No one trust me, no comics are not you. Una serenwang. En we tanden spreken OCV, president. Minang, you're a brother. Geweldig dat we vandaag hier aanwezig zijn om te herdenken in de Staatse immigratie. Om te memoreren onze voorouders, maar ook om te vieren deze dag. Op 5 juni, onze Hindoestaanse immigratiedag. En ik kom net van Ikeri en Ikeri voelde zich trots. Dat eindelijk een president daar was om in Ikeri de Hindoestaanse immigratiedag vieren met de Nigeriaanse gemeenschap. Maar ze hebben me iets geleerd wat ik niet wist. En ik ben blij hier personen te zien die hun roots hebben in Nigeri. Charman is ook een van ze. Meneer Ramadin. Ardeu is ook een van ze. Nog meer zijn. Maar sinds ik VHP-voorzitter ben, moet ik om een of andere reden extra aandacht aan Nikeri geven. En nu zie ik ook, nu als president, moet ik extra aandacht geven aan Nikeri. En vandaag heb ik het antwoord gehad waarom. En iemand van mijn president, weet u waarom? Wij Nikerianen soms moeilijk zijn, ik weet het niet. Wij waren de moeilijkste mensen tijdens de contractperiode. En toen hebben de koloniale overheden ons weggestuurd naar Nikeri. Ga je niet aan? Dus nu pas ik me begrijp waarom Nikeri anders is. Maar belangrijk is zijn strijdbaar. Dat is wat we nodig hebben. Beste mensen, er is veel gezegd. Maar laten we vandaag ook hier vaststellen bij de herdenking van de Hindoestaanse immigratie. Dat wij hier niet zouden staan vandaag als er geen afschaffing van die slavernij zou zijn. Dus we moeten memoreren ook die afschaffing van die slavernij. En daar zie je namelijk
dat de slaven die een strijd geleverd hebben tegen onrecht, maar ook de mensonterende omstandigheden van arbeid, de knechting, ze hebben strijd geleverd. Velen zijn gevlucht naar het bos voor vrijheid. En toen besloot men om die Brits-Indiërs hier te brengen. Om hetzelfde werk te doen. Hetzelfde werk. Zelfde omstandigheden. Maar misschien onder een andere naam en status. En ook daar zie je die strijd ontstaan. Heel veel strijd geleverd. En dat er ook daar geweld gebruikt moest worden om de strijd te onderdrukken. Waar vele van onze voorouders het leven gelaten hebben. En daarom moeten we herdenken en hun memoreren. Maar we moeten hen dankbaar zijn. Vooral die groep van onze voorouders die hier gebleven zijn. Ik ben blij dat ze gebleven zijn. Omdat als zij niet gebleven zouden zijn, zou ik vandaag hier niet zijn. Zou u vandaag hier niet zijn. Maar we zijn vandaag hier met betere omstandigheden. En zij hebben ervoor gezorgd dat die betere omstandigheden gecreëerd zijn. Door te werken. Want de mensen die uit India zijn gekomen, die zijn niet gekomen voor hun eigen betere toekomst. Ze zijn gekomen om een betere toekomst te creëren voor hun kinderen en kindskinderen, dat zijn wij. En daarom moeten we die strijd niet vergeten, die zij geleverd hebben afgelopen 149 jaar. En die strijd moeten we voortzetten tegen onrecht. En ja, we moeten terugkijken en leren trekken dat datgene wat daar gebeurd is, nooit meer gebeurt. Niet in de wereld, niet in de regio, maar ook niet in Suriname. Ook niet die moderne vorm van slavernij. Ook niet die mensenhandel. Omdat we daartegen een strijd moeten leveren. Maar we moeten vieren. Omdat we blij zijn dat we hier in Suriname zijn. Samen met alle andere bevolkingsgroepen. En voorzitter, u noemde ze net de scheidslijnen. Voor mij zijn ze bindlijnen. De bindlijnen tussen alle bevolkingsgroepen. En die historie ligt daar. Hoe lang we alle groepen aan elkaar binden om die nazi Suriname te versterken. Want ik hoorde net, en toevalligheid bestaat er niet in de wereld, dat de laatste boot in 1916 is gekomen in Suriname met de Brits-Indische immigranten. En dat is ook het jaar dat er daar in Nigeria een zoon geboren gaat worden. De heer Jagannath Lakshman. En hij gaat dan vanaf dat moment zijn strijd voeren. Een VHP creëren samen met zoveel anderen. Als product ook van de Hindoestaanse immigratie. Als product ook van de Hindoestaanse immigratie. En vandaag, VP, zet de VHP samen met uw partij. ABOP, NPS, Partij Ervoor. In de regering en VHP mag leiding geven aan het land. Dat is de emancipatie die we meegemaakt hebben. En terecht. De sporen die ze achtergelaten hebben, die sporen hebben we opgepakt. Die sporen hebben we verder ontwikkeld. En die sporen trekken we door naar alle sectoren van de samenleving, samen met alle Surinamers. En die palat, zoals hij genoemd werd, die zag inderdaad dat er scheidslijnen waren die soms scherper in beeld gebracht werden. En hij nam het initiatief om te starten met die verbroederingspolitiek. Verbroederingspolitiek met Jopie Pengel toen. En daar is het proces gestart. Om die natie te versterken, om die Bromtjejari te creëren. En dat heb ik overgenomen als VHP-voorzitter.
En dat voortgezet door die partij te transformeren naar die grote nationale partij waar alle Surinamers een plaats hebben, een betrokkenheid hebben, een rol hebben en een bijdrage leveren om het land te ontwikkelen. Dat moeten we vandaag vieren. Dankzij de Hindoestaanse immigratie. Dankzij onze voorouders. Dat ze ons voor zijn gegaan. En wij zetten het werk voor. Want één ding is wel belangrijk. Zoals vicevoorzitter net gezegd heeft. Datgene waarmee ze gekomen zijn. Er was geen huis erin. Er was geen grond erin. Er was geen geld erin. Wat erin zat, was onze dharma. Sanskriti, Biswas, Target, Himmat, doorzettingsvermogen, strijdbaarheid. En dat moeten we beseffen. Want ze zijn er niet meer. Wat hebben ze meegenomen? Belangrijk is wat ze achtergelaten hebben voor ons. En dat dat ons die basis heeft gegeven om door te gaan met de ontwikkeling van het land, om door te gaan met de ontwikkeling van onze samenleving. Met diezelfde boodschap. Wij gaan straks weg. Wij nemen niks mee. Maar laten we wij wel wat goed achterlaten. Voor onze samenleving. Voor de generatie die komt. En de generatie die na hun zullen komen. Samen met alle Surinamers. Dat er een plaats is voor ieder. En dat wij dit land samen gaan ontwikkelen. Als broeders en zusters. Waarbij we rekening moeten houden. Dat er altijd verschillen zullen zijn. Maar die verschillen. Dat na Gudu van de VP. Dat na Gudu. Dat na diamanti. Want als die diamantsteen niet geslepen zou zijn. Met die scherpe randen. Zou er geen glans zijn. En dat is onze samenleving. Met verschillende groepen. Met verschillende etnische groepen. Religieuze groepen. Culturele groepen. En dat na uno Gudu. Dat na uno diamanti. En dat moeten we als basis gebruiken om hard te werken. Zoals ons volkslied dat ook zegt en wij uit volle borst gezongen hebben. Wans ope tata kemopo, wie moet die kondre boem. Staat niet om zet die kondre. Om zet die kondre boem. En dat is wat we aan het doen zijn. De crisis hebben we kunnen beheersen. De schuldencrisis. Is aardig onder controle. De economische stabiliteit is gecreëerd. En nu gaan we naar de tweede fase. Fuzeta Kondre Boom met projecten uit te voeren. Dit jaar 62 projecten gaan we uitvoeren. Start augustus, 31 december. Gaan we uitvoeren. Daarna andere projecten. Die zijn allemaal geprojecteerd. En we leggen verantwoording af. Dat hebben we gedaan met ons boek. 2 jaar na de verkiezing. En dat is die kracht ook van onze voorouders. De democratische gehalte die wij ook hebben als regering. Om constant verantwoording af te leggen. Broeders en zusters, blij dat we dit vandaag kunnen herdenken, gedenken en vieren. Maar ik ben ook trots, want ik kijk achter me. En ik zie die boom die ik daar geplant heb. Die neemboom die groeit. En het wordt gesnoeid. En dat is ook een symbool voor ons land. Dat we als land gaan groeien. Straks met betere kansen. Met oil en gas. Maar laten we niet vergeten. Die oil en gas gaat een keertje opraken. Maar dat zaad wat onze voorouders geplant hebben. In de agrarische sector. Die gaat leven lang blijven, zolang er mensen zijn, want we hebben altijd voedsel nodig. En dat is de kracht. En dat is wat we moeten voortzetten, diversifieren van de economie. Met name als belangrijkste poot, agrarische sector, die we moeten ontwikkelen. Samen voor onze bevolking, voor voedsel,
zekerheid, maar ook voor de regio en ook voor de wereld. En dat is wat onze voorouders ons geleerd hebben. Agrondape, adotidape, met gebruik van jou aan een voet, parani en ook gro. Pepe, voorzitter, we gaan een bloemenhulde brengen onze voorouders, hier gesymboliseerd door Baba en Mai. En dat doen we door hun te bedanken. Te bedanken voor alles wat zij voor ons gedaan hebben. Dat doen we door hun te respecteren voor het werk wat ze verzet hebben. Dat doen we ook als trotse nazaten het wijdwerk van hun mogen voortzetten. Nogmaals, bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben voor land en volk. President, u mag zich omkeren. Denk ik 149 jaar in de Staanse immigratie. Het is een mooi moment net geweest, een mooi, heel mooi moment waarbij de president, commissaris, commissaris van Noordoost, waaronder wij resulteren, de vice-president en DNA-ondervoorzitter hier waren. Ze hebben allemaal lovende woorden gesproken, uitgesproken over onze voorouders. Onze voorouders die zo hard hebben gezocht dat wij vandaag aan de dag zo lekker hier mogen staan. En dat was de dag en natuurlijk gaan we door met nog wat activiteiten. En mag ik het gelijk in één adem door dat we richting Saramaka straks gaan en Komwijnen om ook bloemenhulde daar te doen met de districtscommissarissen. Gisteren zijn we van Nikeri gekomen en daar hadden we ook mooie momenten gehad. Baba en Maiplein Nikeri voor bloemenhulde. Maar nu gaan we op naar 150 jaar. Vanaf morgen begint het werk al, ja. Ik heb begrepen dat dat groter gevierd zal worden. Ja, we mogen ons gelukkig stellen dat wij volgend jaar dan drie momenten hebben. Dat is, we beginnen met de 150 jaar Hindoestaanse immigratie. En dan vervolgd door 160 jaar emancipatie. En dan hebben we, om goed te zijn, op 20 oktober hebben we ook een bigiari van onze Chinese broeders, ja.